not looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Dag vriend. Ja. Dag vrouw. Hi. Welkom bij een nieuwe vlog. Vanuit ons huisje in El Chorro. Ja. We hebben een maand samen met ons ma. In een prachtig huis. Op een fantastische locatie. Gaan we jullie zo laten zien. En ja, dus we kijken er helemaal naar uit. Het is echt super mooi hier. Het is 15 september. En december. Ja. En we blijven hier tot en met 15 januari. En ja, we gaan, het is dus een huisvlog deze keer. Ja! Het is iets anders. Hashtag huisvlog. Ja. En we gaan onze avonturen vanuit hier doen. Yes. Dus in elk geval een shout-out naar Colin. Colin. En zijn vrouw. Ja, de huiseigenaar. Hartelijk bedankt. Super vriendelijke mensen. Ja. En yes. Dus ja, we gaan ons huisje niet richten. Eén die het helemaal niet erg vindt in het huis te zitten. Ja, Bert? Kom, ga jij mee op rondtoer. Misschien een bosje. Hier hebben we onze living. Met de master bathroom. Bedroom. De open haard. Oeps. Hond. Ons privé zwembad. Het water is erg koud. En ons uitzicht. En er waren de meesten al aan het klimmen, want ik hoorde ze. Oh echt? Oh vet! Ja, ik dacht van, wat hoor ik hier nou? Wat hoor ik hier nu? En het eerste wat ik van hoorde was dus de mensen die aan het klimmen waren. Ik dacht dat er iemand op onze parking zat. Oh, serieus? Ja. Zo grappig! Maar dat is dus daar. Ja. En als de wind goed staat, ja, dan kunnen we die goed horen. Ja. Dus ja, dat is heel onze kleine villa. Ja, mooi. Het is kleiner dan vorig jaar. Dat wel. Maar het is drukker dan vorig jaar. Dat ook. Dus. We zijn benieuwd naar de avontuur dat we hier gaan beleven. Zo is dat. En vooral lekker genieten. En lekker fietsen hier. Lekker dus, fietsen. Dus dat zullen we wel zien. Kerstavond. En waar? Ja, jongen. Ja, dit is een kalkoen. Ja.
die ziet er smakelijk uit, zeg. En, ben je er content van? Ja, nou nog een beetje rond kleuren, hè. Ja, dus nu is hier in de Alcharo. Goh, ongelooflijk mooi. Ah, kunnen we ervan genieten? Ja, zo. Ah. Ik ga nu weer terug naar België, Blavies. Ik vind dat een goed plan. Oh, hallo. Proost. Dus zalig kerstfeest. Tegen dat jullie dit zien is het al een gelukkig nieuwjaar. Voilà, en een gelukkig nieuwjaar, mensen. Ja, ja, ja. We zijn hier al goed in de stemming. Ja. Het is nog steeds heerlijk zonnig en prachtig hier. We hebben het een beetje Christmassy gemaakt. Met onze kerstboom. Hij is shiny. Maar zo mag dat, hè. En gaan jullie eens kijken waar onze honden liggen. In de zon, zeker. In de zon. Het is het eerste te zien. We zijn nog niet gezien en met de droombeelden. En blij in Alcharo. Ja, het is echt super. Het is super fijn. Het is ook wel eens even lekker een beetje luxe. Ah. Dus het is geen campervlogkamer. Een campervlog. Dus ja, en zoals mevrouw er net al zei. Een vrolijk kerst. Ik hoop dat jullie een vrolijk kerstfeest hebben gehad. En een zeer gelukkig nieuwjaar. Dus een mooi en de beste wensen. Nieuwjaar. Met alles wat jullie je wensen. En streef je dromen na. Vrouw, vooral beste wensen. Dat ook. Hey, we gaan eten zeker? Yes, kalkoen. Zijn op citytrip. En ons plaatje is overgevlogen. Ja, speciaal. Die kwam speciaal fietsen. Maar zijn arm had andere plannen. Voilà. Toen lag hij in de gips. Dus dan gaan we een dagje Cordoba samen doen. Hè. Zo is dat. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Let's gaan we te weg, hè? Soort van. Oké, succes mensen. Mooi zeker.
Waar zijn we? In het Alcazar, een 14e eeuws kasteel van de christenen. Dus. Het is echt een hele bocht geworden, hè? Het is een hele bocht. Ja, dat spuitje zit erbij. Teddybeer! Veel Moorse invloeden met al het stromend water. En dan nog weer wat beelden, dus dat is dan weer vrij christelijk. Dus een beetje een mengelmoesje. We zijn in een museum waar we informatie krijgen over de techniek die de Mooren ons hebben bezorgd in Andalusia. Ah. En het is heel mooi. Should I stay here? Alhambra by night. Die wil ik nog niet zien. Nee. Het is heel spectaculair om te zijn. Ja.
zijn in de mezquita. Mezquita is Spaans voor moskee. Rond 780 werd de toenmalige kerk gesloopt en werd begonnen met de bouw van een moskee. Ruim 200 jaar later konden er 20.000 mensen terecht in de moskee. In 1236, toen de christenen Córdoba hadden heroverd, is begonnen met de uitbouw van de moskee. Onder andere keizer Karel V liet de kathedraal verfraaien. Helaas werden er 400 van de origineel 1200 zuilen verwijderd bij de verbouwingen. Er is nog een zeer mooie en indrukwekkende mengelmoes tussen Moorse en christelijke bouwstijlen te zien in de mezquita. Haard heeft al goed werk gedaan de afgelopen weken. Sluiten wij hier bij onze week af? Normaal gezien gingen we vandaag nog fietsen, maar het weer zit niet echt mee. Dus dat krijgen jullie volgende keer te goed. Yes. Dus we zijn in elk geval aan het genieten van ons maatje huisje. Dat is super luxe en heel gezellig. Ja. Super fijn, echt heel heerlijk om lekker samen te zijn met de feestdagen. Ja. En leuke dagen te hebben. Ja, we hebben kerst en nieuwjaar goed gefeerd. En wij wensen jullie nog een fijne kerst. Ah ja, die is al geweest. En beste wensen voor het nieuwe jaar. Absoluut. Ja, en, goede gezondheid. Ja. Veel en, mooie tijden met lieve mensen om je heen. Ja, en we gaan volgende maand verder gaan razen. En er staan nog wel wat leuke dingen op de planning. Ja. Maar dat zien jullie voor de volgende keer. Dus we gaan hiermee afsluiten. Als jullie het leuk vonden, vergeet geen duimpje te geven. En je mag ook nog altijd abonneren. Mag altijd. En tot volgende maand. Adios.